Want de granaten die bleven maar vallen, hè. Ja. Maar toen op een gegeven moment, toen was er zo'n luchtdruk. Of ik kan het niet precies omschrijven wat het was in de kelder. 6 korte films die het heden en verleden van Brabant met elkaar verbinden zijn maandagmiddag in de Verkadefabriek in Den Bosch in première gegaan. Schatten van Brabant is een filmprogramma dat een eigentijds licht werpt op Brabantse rituelen, plekken en verhalen. Alle films zijn gemaakt in opdracht van de provincie en vertellen over verschillende facetten van het Brabant van toen en nu. Van Heusden tot Lunetten, van Allerzielen tot de kermis. De filmmakers komen allemaal uit Brabant. Na de première worden alle films in 2010 op verschillende plekken in Brabant vertoond.